Sinds 2 jaar ben ik actief bij Dien Je Stad. Ik ben begonnen met huiswerkbegeleiding. Daarnaast heb ik met vrienden wat tuintjes opgeknapt bij oude mensen. En toen ben ik van de ouderen naar de jongeren gegaan. Over die tuintjes, misschien hebben jullie wel eens mooie tuintjes in Ede zien liggen. Dat waren wij. We zijn te boeken. Maar de jongeren, sinds 9 maanden kom ik bij een gezin thuis. En het gezin bestaat uit 3 vrouwen en 1 jongen. En die jongen, dat is een maatje van mij. Ik zag op Facebook een oproep staan voor een jonge man, hij was toen 13, voor een manfiguur in zijn leven. Ik dacht, wauw, dat is echt iets voor mij. Hoefde ik niet over na te denken. En met een intake met Dien Je Stad en Stichting Breder was de eerste ontmoeting daar. Het enige wat ik wist van de jongen was dat hij woedeaanvallen had en een hechtingsstoornis. Vorig jaar december was er nog sprake van dat deze jongen uit huis geplaatst zou worden. Met meerdere woedeaanvallen per week. Ik kom er nu 9 maanden. Hij woont nog steeds thuis. En heeft in 9 maanden 1 woedeaanval gehad. Waarom? Je geeft positieve aandacht aan iemand. Wij gaan mannen dingen doen. We gaan worstelen, we gaan boksen. Denk je, woede aanvallen en dan ga je boksen? Ja, doen. Want er zit zoveel in het koppie. En als je daar op een actieve manier mee bezig gaat, dan gaan ze praten. Dan willen ze best. Of we gaan gamen. En ondertussen hebben we het over school. Hebben we het over dingetjes. Of hebben we het over de meisjes in zijn klas. En op die manier kom je in contact met zo'n jongen. En dat is wat vrijwilligerswerk doet. Dat is wat jij kunt betekenen als vrijwilliger als je vrijwilligerswerk gaat doen. En dan denk je, ja, het gaat me tijd kosten. Dat dacht ik eerst ook. Maar als je weet en ervaart wat het is, dan kost het geen tijd meer. Want dan wil je het graag die tijd geven. En ik ben van vrijwilligerswerk, ben ik meer mens geworden. Omdat je in contact staat met mensen en iets betekent. En dat is belangrijk. En die ervaring gun ik iedereen en gun ik jullie ook. En jullie ook trouwens. Dat was het.